dan zie ik je tranen. Jij zegt niets wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Ja, dat doet je pijn. En steeds weer denk je, hij heeft een ander. Dat ik jou niet meer zie, niet meer wil en niet meer vertrouw. Maar geloof me nou. Ik hou alleen van jou. Lucas en Gea, hier begon het allemaal mee. En de eerste grote hit van Lucas en Gea als duo. Steeds weer huil je. En daarvoor nog een plaatje van De Esperando's. En daar was Lucas Hulshoff natuurlijk ook de zanger van. Rode Rozen breng ik voor je mee. En ja, niet zonder reden. Twee plaatjes dus van Lucas Hulshoff. Want hem nam ik aan de telefoon. Lucas Hulshoff, goedemorgen. Goedemorgen. 40 jaar in het vak. Ja, dat is een hele poos, hè? Ja, dat is heel lang. Gefeliciteerd, kerel. Ja. Ik kreeg hele leuke reacties. Ook gisteravond al en vandaag. Ja. Was ook iemand die zei, als je eruit ziet als 35, hoe kan je na 40 jaar in vakje? Ja, nou, ik heb een foto gisteren even op de Facebookpagina van Radio Continu gezet met jouw prachtige kapsel. Hoe oud was je toen? Ik was 15. Toen was je 15? Jongen. Ja. En hoe oud was je toen je begon met de muziekcarrière, dus 40 jaar geleden? Ik ben met 13 jaar ben ik begonnen met privéles, zeg maar. En na 15 jaar had ik mijn eerste bandje. Jongen, dus die foto die we net die we eigenlijk op online op Facebook hebben, dat is eigenlijk de beginperiode van het succes van Lucas Hulshoff. Ja, ik was een week voordat ik 16 werd, kwam ik bij de Esperando's. En een hele jonge snuiter. En eigenlijk een beetje te jong, maar. We gingen ervoor, hè. Het was geweldig. Ja. Alleen, je had natuurlijk wel een beetje een probleem bij de bar, want ik ging wel eens vaak. Dan zat ik in de band en dan zeiden die jongens allemaal even bier op. En dan kwam ik bij de bar en dan zei ik tegen die ober van, dan weer een drie bier. En dan kreeg ik weer twee bieren en sinaas. Ja, prachtig. Even terug in de tijd, Lucas, 40 jaar geleden. Wat herinner je aan die beginperiode? Wat gebeurde er 40 jaar geleden? Maar gewoon de allerleukste was, zeg maar. Ja, gewoon van tussen Emmen en Hoogezand. Wij zaten op Muzzignaal, hè. En tussen Emmen en Hoogezand, zeg maar, had je wel 40 bandjes. En allemaal in de Hollandstalige genre. En elk kon elk. En als we van Groningen die kant kwamen, dan gingen we bij Harry Schuur aan. Arizona's. Ja. En weet ik veel allemaal. En EPO's of in consorten. En we gaan van Emmen, dan gingen we bij Café Twickler aan. Er was altijd wel een adresje het weekend, zeg maar. We gingen nooit direct naar huis. Nee, nou, maar dat was vroeger heel normaal. Mijn periode, dat was midden jaren 80, 85, 86. Toen draaiden wij inderdaad in discotheken. En dan gingen wij, omdat ik dan ook uit Stadskanaal kwam, eindelijk einde van de avond altijd even eten, schnitzel eten bij Harry Schut in Stadskanaal. De kroeg staat er nog wel, maar hij is helaas gesloten. En daar kwam alles samen, hè? Muzikanten, maar ook mensen die uit de discotheken kwamen, discjockeys, iedereen kwam daar eten. Prachtig. Ja, dat was geweldig. Dat was soms al 5 uur 's morgens dat je er weg kwam. Ja, absoluut. En toen ben je begonnen bij de Esperando's als zanger. Ja. 40 jaar geleden, je zegt het ook, het eerste optreden. Dat weet je nog precies, hè? Ja, ik was zanger-gitarist. Zanger-gitarist, oké. Okay. Ja. En waar was het eerste optreden en wanneer? In Gaasperdijk heen. Ja, the place to be. Ja. Allereerste keer. En was er een zaal of een tent of wat was dat? Het was een dorpshuis. Een dorpshuis, oké. Okay. Ja. Ja, en wij zongen daar van een flinke boerenmeid kun je ook mooi pakken bij Boeijaarpik achter de zakken. Dat was toen naar het repertoire, zeg maar. En iedereen keek ons aan en het zou goed wezen. Ja. Hoe lang heb jij bij de Esperando's gezongen gespeeld? 10 jaar. 10 jaar. En toen toch de stap overgemaakt om met Gea verder te gaan. Waarom die stap trouwens? Ja, we hebben zo'n eigen band opgericht. Ik ben in de tussentijd na 3 maanden heb ik bij een top 40 orkest gezeten, maar dat was gewoon ter afvulling. En toen had ik mijn eigen band bij elkaar had, zeg maar, in apparatuur. Nou, die band die jij 5 jaar gedraaid, en dat was een hele leuke band hoor, maar toen ging er weer iemand bij weg. Hoe heette die band? Piece of Cake, ja. Ja, daar hebben we 5 jaar mee gedraaid. En toen ging de toetsenist, die ging verhuizen, en toen... toen moesten we allemaal toetsenist hebben. En ik was inmiddels al met keyboard bezig. Ik zei, weet je wat we doen? We gaan gewoon met z'n tweeën door. Ik zei, anders heb je steeds die bandwisselingen. En dat was een gouden zet. Ja, dat was... Keyboard, zeg maar. Dat was iets rond 2000 of zoiets, hè?
1995 tot 2000, ja. Ja, oké, maar toen met Gea, dat was want de grote hit van Steeds Verhuil je, was de eerste grote hit van jullie in 2001 of zoiets? 2000, ja. Eind 2000. Eind 2000, ja, dat was meteen een knaller. Er kwamen een stuk of wat hits achteraan. Dat was eigenlijk jullie hoogtij, hè? Ongelooflijk veel succes, ongelooflijk veel cd's verkocht. Ja, dat was, ja. Heel andere wereld als met Esperando's, denk ik. Ja, dat wel, maar ja, het gaat erom, zeg maar, dat je het weekend bij huis weg bent. Hè? En dat was met die bandjes ook altijd wel zo. We hadden altijd een druk agenda. Alleen de omschakeling was dat je dan geen instrument meer in je handen had. En dat je dan zo kaal op het podium stond, zeg maar. Dat was even wennen, maar... Ja, als je nou terugkijkt, Lucas, wat was dan mooi? De periode met Lucas en Gea? Ja, dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Of de periode met Esperando? Want het was een hele andere tijd. Ja, het is nu mooier. Je komt nou echt... je maakt heel andere dingen mee. En bandje circuit was ook wel leuk, hoor. Maar op een gegeven moment, zeg maar, dan sluit je eraf. En dan... Het trekt mij ook niet meer. Ik vind dit veel mooier. Je vindt dit veel mooier, ja. 40 jaar in het vak. Hoe lang moet je nog? Sowieso 5 jaar. Hey, maar toch even terugkijken. Even 2 punten eruit pakken. Wat was nou een hoogtepunt van de carrière van Lucas Hulshoff tot nu toe? Een hoogtepunt? Ja. En heb ik het niet over Mexico, de dingen die 's nachts gebeurden in een hotelkamer. Daar hebben we het even niet over. Nee. Oké. Okay. Ja, wat was een hoogtepunt, ja. Ja, je hebt wel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ik vond het wel de hoogtepunt, zeg maar. Dat zijn wel toch die mega optredens. Dus dat je dan voor 20.000 man staat, onder andere, we hebben een van die keren voor Marco Borsato aan hebben we gestaan op Del Seil. Dan krijg je zo'n kippenvel. Ja. Dat is gewoon uniek, zeg maar. En dan, als je dat meemaakt... Ja, dat is bijzonder, hè? Hartstikke leuk. Heb je nou ook iets meegemaakt waarvan je denkt van, dat wil ik eigenlijk liever vergeten? Ja, vorig jaar nog. Oh, vertel. Hadden wij een privé optreden en die mensen hadden een heel mooi zwembad onder het huis. En er was gigantisch luxe. En toen hadden wij daar gezongen en toen was er iemand die gaf mij een duw en ik lag in één keer in het zwembad. Ja, toen dacht ik bij mezelf, dit gaat nergens over. Maar ja, nee, ja, waarschijnlijk... Ja, maar... lederen bekleding in onze bus, zeg maar, toolbus. Ja. En ik zat de hele weg met naar de kon op die... Ja, en waarschijnlijk ook nog technische dingen, zoals je zender en microfoon misschien, of een telefoon. Nou, dat was laat. Oh. Dus ik had toevallig ook geen horloge om. Nee. Maar ga je zeggen ook, als je mij er daar dingen naar gaat gooien, dan heb ik een boel schade gaan. Want dat is een hele dure telefoon. Ja. Dus... Dat was een dieptepunt. Nou ja, oké, okay, als het niet erger is, daar heb je ook overleefd. Ik had echt zoiets van, hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Dat was niet grappig, nee. Namens Radio Continu en namens haar luisteraars mogen we jou bedanken voor 40 jaar hele mooie muziek. Of het nou solo was met Lucas, of met Gea, of met Esperando's. Je hebt hele mooie platen gemaakt en we hopen nog lang van je te mogen genieten, Lucas. Ja, dankjewel. En dan gaan we je nieuwe single nog even draaien, want we hopen toch op betere tijden. Ja, dat hoop ik ook. Zit een klein beetje lichter de duisternis, maar ja, dat gaat me nog niet snel genoeg, hoor. Nee, maar ja, de terrassen mogen open. Alhoewel, de cijfers zijn nog niet echt goed, maar de terrassen mogen dan wel open. Dus ja, laat maar hopen dan in ieder geval het tweede gedeelte van de zomer dat we een beetje weer normale feest kunnen vieren. Ja, dat staat bij ons vanaf september al behoorlijk weer wat in de agenda. Dus, we gaan ervan uit. Dat goed komt. Ja. 40 jaar Lucas Hulshoff in the business. Gefeliciteerd, kerel. Blijf lekker doorgaan met hetgene waar je mee bezig bent. En blijf gezond, jij en je hele familie. Ja, dankjewel. Okidoki. Dag, Lucas. Hoi. Hoi. Lucas Hulshoff, feestje vandaag. Ook met zijn nieuwe single, samen met Gea. Betere tijden.